De zaalvoetballers van ZVV Urk speelden gisteravond tegen hekkensluiter LZV uit Lichtenvoorde. Een mooie gelegenheid voor de Urkers om weer eens een competitiewedstrijd te winnen. Want tot nu toe lukte dat slechts één keer. De Urkers in de rode tenues hadden 7 minuten nodig om de score te openen. Willem Snoek tekent voor de eerste treffer van de avond. De hekkensluiter uit Lichtenvoorde speelde een erbarmelijke wedstrijd. De Urkers werd niets in de weg gelegd. En dus is het al snel 2-0 via aanvoerder Jelbert Loosman. Willem Snoek. Luciano Meijers. Loosman. En Kees de Boer met de derde Urkse treffer. Kees de Boer, hier is hij opnieuw aan de bal. Hem wordt niets in de weg gelegd. Loosman in het centrum, helemaal vrij. En zo wordt het 4-0. Dan LZV. Zo waren op de helft van de Urkers in de aanval. Maar ze leveren de bal alweer snel in. En dan kan Urk er snel uitkomen. En dan een hele aardige treffer van Jan Zijlstra. En die is daar erg blij mee met die vijfde Urkse treffer. Dan een van de vele mislukte passes van de ploeg uit Lichtenvoorde. De overname van Urk. En zo makkelijk gaat dat. Klaas-Jelle Romkes tekent voor de zesde Urkse treffer. En met die comfortabele voorsprong gaan de ploegen dan rusten. In de tweede helft een onveranderd wedstrijdbeeld. Urk valt aan en scoort makkelijk. Willem Snoek prikt doelpunt nummer 7 eenvoudig in het doel. Hij zou in totaal 4 keer scoren. De Urkers bezig aan een uiterst matig seizoen. 1 keer werd er gelijk gespeeld en slechts 1 keer gewonnen. Met hier de 8-0 van Kees de Boer. De 3 punten die voor het grijpen zijn tegen de hekkensluiter zijn dan ook uiterst welkom. En ook hier wordt er weer geklungeld in de LZV-defensie. En dan is het weer gemakkelijk afwerken. In dit geval door Luciano Meijers. 9-0. Maar we zijn er nog niet, want Urk gaat voor de dubbele cijfers. Het is Kees de Boer. Hij zet de 10e Urkse treffer op het scorebord. Klaas-Jelle Romkes, Kees de Boer en de intikker van Willem Snoek. Prima gedaan, de 11e Urkse treffer. Het doelsaldo van de Urkers voorafgaand aan deze wedstrijd stond op min 12. En hier is het Willem Snoek met de 12e treffer. Urk pakt door een monsterscore op de hekkensluiter eindelijk weer eens 3 punten. En door deze 12-0 overwinning is het negatieve doelsaldo van de ploeg dus in één klap ongedaan gemaakt. Het kan wel belangrijk zijn, dus je moet zowel mogelijk goals maken. En we moeten ook compliment geven aan de groep dat ze gefocust zijn gebleven tot het einde. En niks weggegeven, hè? 0 tegen goals, dus dat is goed. Het is wel een beetje jammer dat ze zo komen opdagen, zeg maar. In eerste instantie zonder wissels en daarna komen nog 2 jongens te laat. Vind ik niet echt bij de eerste divisie op landelijk niveau passen. Maar goed, je moet de punten toch maar binnenhalen en dat hebben we vandaag met verve gedaan, denk ik.